Hazenpad, Delfland. Webinar, dijkveroudering. Waar wij op dit moment tegenaan lopen is dat we heel veel pleistertjes moeten plakken. Heel veel kleine schades die we eventjes snel moeten verhelpen. Maar op een gegeven moment worden al die kleine schades bij elkaar, moet je wel een project van maken. Kijk, wij krijgen dit pakketje met een strik eromheen en ga er wat van maken. En het liefst nog morgen. Maar dat programma waar ik aan werk, normaal gesproken, daar kan ik wel even over doen. Maar dat is hier niet aan de orde geweest. Wij moesten alles uit onze handen laten vallen om aan het werk te kunnen. Om toch enigszins zo snel mogelijk te kunnen handelen op die scheurvormingen die we hebben zien zitten. Ja. Ik vraag me af, hebben jullie daar ook veel mee te maken met dit soort ad hoc situaties? Hè? Want daar hebben we het toch wel echt over. Wat zou ik willen weten van mijn collega's? Waar lopen jullie tegenaan? Hoe pakken jullie dat aan? Hoe gaan jullie daarmee om tijdens inspecties, maar ook voor kaderverbeteringstrajecten en buitengewoon onderhoud? Maar het zijn heel veel van die kleine schades. Welkom bij het webinar Dijkveroudering. En vandaag nemen jullie mee naar de dijk, zoals we dat de afgelopen keren bij de PUB kennisdagen hebben gedaan. En vandaag mag ik jullie meenemen naar ons mooie gebied hier in Delfland. We staan hier eigenlijk onder de rook van Delft, dat is die kant op, en Den Haag is die kant. En we hebben hier te maken met het Hazenpad. Ja, en waarom staan we nu hier? Dit is een vrij complex gebied, heel veel recreatie. En we staan hier in een gebied waar heel veel veengrond is, waardoor ook ontzettend veel zakkingen zijn. En dat kan je ook eigenlijk al gelijk zien als je hier langs de dijk kijkt. Je ziet al golvingen, je ziet allerlei oneffenheden in het taluut. Je ziet ook dat de kruin bijvoorbeeld wat schuin afloopt. Allemaal tekenen dat deze dijk er toch al een tijdje ligt. En dat er bepaalde verouderingsprocessen in gang zijn getreden. Waardoor de waterkering niet meer helemaal in optima forma is. Dijkveroudering is een achteruitgang van de kwaliteit van je dijk door verouderingsprocessen. En dat kunnen verschillende processen zijn. Hier in Delfland hebben we veel te maken met zakking. Dus het inklinken van de grond, waardoor je profiel afneemt, je hoogte neemt af, stabiliteit neemt af. Maar bijvoorbeeld hier ook langs de oever kan je ook allerlei afkalving plaatsvinden. De kwaliteit van je grasmat kan achteruit gaan doordat of het gras te oud wordt of dat er allerlei vergravingen, mollen, et cetera in de gang zit. En hier zitten we bijvoorbeeld ook dicht bij een woonwijk. Dus het gebied wordt ook heel intensief gebruikt. En wat we hier ook veel aantreffen zijn allerlei sporen van fietsers, maar natuurlijk ook gewoon graafsporen van honden. Wij willen kijken of we met nader onderzoek naar dijkveroudering zicht kunnen krijgen. Zie je nou bepaalde trends, zie je bepaalde processen en kan ons dat helpen bij een beter risicogestuurd beheer en onderhoud. Risicogestuurd inspecteren en risicogestuurd onderhouden. Met risicogestuurd beheer en onderhoud wil je ervoor zorgen dat je eigenlijk alle activiteiten die je doet zo efficiënt mogelijk doet. Je hebt uiteindelijk maar een beperkte hoeveelheid geld en middelen. En waar het om gaat is dat je die op de juiste momenten op de juiste plek inzet. En dat kunnen we hopelijk bereiken door meer inzicht te krijgen in de verouderingsprocessen van een dijk. We hebben met een database aangelegd met een tiental waterschappen. En daar zit allerlei trends in. En wat we vooral zien is dat we ook heel veel variatie hebben aangetroffen. Nou ja, ik ben Fenna, ik ben vierdejaars student. Ik ben nu bezig met afstuderen en ik heb me het afgelopen half jaar bezig gehouden met de dataset. Ik heb daar verschillende analyses met twee anderen op gedaan. En met dijkveroudering dan dus. Nou, we hebben hier natuurlijk de verzakking gezien, we hebben spoorvorming gezien, graafsporen. Nou ja, verzakking was dan weer mooi. Die kwam niet terug in onze dataset. We hebben eerst gekeken van oké, wat zijn nou de meest invloedvolle schades. Dan hebben we gekeken of die voorkwamen in de dataset. Nou, toen bleek dat verzakking niet voorkwam in de dataset. Dus die moesten we laten varen. Dus dat is ook een van onze aanbevelingen dat die nog wordt toegevoegd, omdat het gewoon een hele waardevolle schade is. Ja. Maar spoorvorming kwam wel voor in onze schade of in onze analyses. We hebben nu een centrale database gebouwd. Maar hoe kan je er nou voor zorgen dat we eigenlijk jaarlijks die database blijven vullen? En dat we onder zoveel jaar een analyse kunnen doen. Waar we nu vooral naar op zoek zijn, is eigenlijk nog meer data. Altijd meer data.